Welkom dames en heren bij alweer de 33e livestream vandaag met de derby van het oosten, Heracles FC Twente, niet te vergeten. Altijd beroemd in het oosten en altijd beladen. Het is natuurlijk wel de wedstrijd van, ja. Zo jongens, ik ben er weer. Het was een beetje hectisch. Hij tripte hem een beetje. Iedereen welkom. Ben nog niet geabonneerd, doet dat dan zeker. Ja. Gaat hij het nog doen of... Table boys. Even kijken welke thumbnail, want die thumbnail is nog niet goed. Weer dat weer. Wat wordt de uitslag van deze week? De uitslag van vandaag? Zou het mij benieuwen? Ja. Ik zou het niet weten wat de uitslag wordt van vanavond. Ik hoop 3-0 voor Twente. Iedereen welkom jongens. Iedereen welkom. Bijna niet geabonneerd, doet het dan zeker. Zo, gaat hij het nog doen of moet ik dat ding... Is die thumbnail nou klaar jongens? Moet ik dat ding... Ja, wacht even jongens. Mij En hij doet het weer, boys, geloof ik. Ja jongen, ik krijg 10 miljoen meldingen. Zo. Haha, dat doet het eigenlijk jongens. Als jij bijna nog niet geabonneerd doet dat dan zeker. Vergeet niet te subben jongens. Iedereen is altijd welkom. Thumbnail word ik een beetje niet goed van. Maar dat zal zo wel komen. Die thumbnail is niet helemaal goed jongens. Maar ja, maakt niet uit. Is niet erg. We komen er wel overheen. Ja. Vroeger wedstrijd voor Twente. Weer een wedstrijd sinds die bekerronde tegen AZ. Moeilijke wedstrijd was het zeker. Kansloos waren we niet. Toch ging het fout. Ja, die beker had Twente niet op moeten focussen, jongens. Oh, die thumbnail, ja, die... Daar moet ik nog wel even wat bij doen, jongens. Heracles... Ja, het Polmanstadion. Daar komt de bus. Daar komt Verbeek er ook uit. Het Polmanstadion. Waar het gaat afspelen, de beladen. En natuurlijk, de wedstrijd voor Twente ook, denk ik wel, redelijk. Echt, daar staat hij weer, hè. Niet much. Tjonge. Ik ben niet tegen. 8.500 man natuurlijk. Ja, voor deze derby is er veel op het spel gezet. Natuurlijk ook veel rondgesnozen... Ja, veel rondgezanig. De kneusjes van Heracles die moesten altijd maar weer wat denken dat ze wat waren. Maar ja, komen er wel overheen hoor.
kennen we van de KNVB. Met even met een thumbnail werken, jongens, want dat komt anders helemaal niet goed. Je thumbnail. Ik weet niet of die geüpload is, jongens. Ja, hij is er, jongens. Zeker weten. Iedereen bedankt. Jan Smit over degradatie. Jaartje zonder derby. Kan best. Zie je? Het staat zelfs in de Telesport. Oké. Heel fijn. Met zijn grote smoel van hem. Het is niet erg, hoor. Gaat vanavond wel zien. Zeker. Moet hij vooral doen, joh. Maakt niet helemaal niet uit. En ja, jongens. Het is altijd maar weer beladen, de derby. Vooral deze derby. Ik ben zeker benieuwd naar welke opstelling Heracles zich aan toe gaat werken. En toe gaat nemen. Nog 17 minuten dan begint het. Heracles heeft 9 punten de laatste 5 wedstrijden. Twente heeft er 2. Dat was gemiddeld heel weinig. En aangezien Twente ook heel lastig met kansen om kan gaan, hebben ze ook zeker heel veel punten laten liggen. Dat was zeker niet nodig. Hey jongens, vergeet me ook niet te volgen op Insta. Brandon Streams. Montero zien we. We zien ook Drost. We zien Pruppen. Kouwas. Hele goede traptechniek. Moet Twente veel oppassen. Als je tegenkanten krijgt. Bij Heracles. Ja, het is... Hoe zit het bij Heracles? Ik zou het niet weten hoe het bij de Heracles zit, jongens. En support de stream. Vergeet ook niet te abonneren op het account hier beneden rechts. Er komen weer nieuwe Fortnite video's aan, jongens. Ook dat. Weekend. Morgen komt er weer een. 100% gaan we winnen. Morgen. Nog kwartiertje, dan begint het. Ja, dan om 8 uur begint het. Ik ben zeer benieuwd. Nummer 33 van het seizoen is dit alweer. 33e livestream. En ja, altijd maar weer. Hetgene wat ik wil, dat is gewoon... een mooie wedstrijd. En niet zo'n saaie wedstrijd. Maar ja, een saaie wedstrijd maakt me ook niet echt uit. Maar het liefste wil ik gewoon een mooie wedstrijd en dat Twente ook gewoon wint. Fox Sports, ja, daar wil ik later ook gaan werken, jongens, als dat bedrijf nog bestaat. Misschien is het dan wel Eredivisie. Ik doe maar geen uitspraken, want ik kan maar niet over zeggen. Maar dat maakt niet uit, jongens. Ook Twente met Maher, Vukic, geschorst. Als ze hier die laatste maar niet spelen, zou ik ook niet doen, want dan breekt hij daar zijn knie door midden.
Ja, Kouas is gevaarlijk. Moet je gewoon gelijk aanpakken. Geen ruimte geven, want hij is met links onsterfelijk goed. Kijk, die van mij. Ja. Kijk, vrije trappen moet je niet aan Kouas overlaten, want die schiet ze er gewoon. Die schiet gewoon dwars door je heen. Het is gewoon Ibrahimovic 2 met zijn schoten. Nou. Nah. Ik ga even wat drinken pakken, jongens. Ik moet wel even aan mijn gezondheid denken, ja. De opstelling van Twente zou ik aan zo maar weer aan jullie laten zien. Want ik had hem nog niet helemaal gezien hoor. Maar iedereen, ja, maar... ja nou, dat wou ik even zeggen. Het is in ieder geval wel een mooie wedstrijd. Het is sowieso een derby. En ja, het uitvak is altijd weer bomvol. Ja, hoe is het? Ja, je hebt even... veel wedstrijden verloren, wat moet je dan nog aan hem vragen? Weer een wedstrijd. 11 minuten en dan begint het. Kevin Blom is de scheidsrechter, ja, dat had ik al niet gezien. Ja. Het is maar hoe je het bekijkt, goed, slecht. Je moet zelf goed voetbal spelen, kom je er wel. Doe je dat niet, dan kom je er ook niet. Weer een nieuwe livestream, nummer 33. Livestream. Stuk. FC Twente. Ja, ik was allemaal lul. Derby van het Oosten. Ja jongens, ik ben benieuwd hoeveel subs er vandaag weer bij komen. Het ligt eraan wat jullie, ja, doen. Er is alles of niets jongens. 10 minuten, dan begint het. Volgens mij hebben ze een extra lange live slag. Dat maakt niet uit.
jongens, over een paar minuten dan start het en dan ben ik ook weer van de partij natuurlijk. Ja, of course ben ik weer van de partij. Daar heb je van het oosten veel over gezegd. Alles is rondgegaan. Nou ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd hoeveel er weer komen. Iedereen natuurlijk al van harte welkom. 5 kijkers, ja. Iedereen abonneer, like, subscribe. Komt het goed? Barbie van het Oosten, jongens. Ja, iedereen die nog niet geabonneerd is, wil je dat doen? Want dan komt je naam in beeld. Dat zou prima zijn. Ja, ik vond deze nog mooi, jongen. Mooi op even. Abonneer, jongens. Link staat in de chat. Nieuwe Insta-foto staat er ook weer op. Maar hoe zou ik voetballen? Dus ja, jongens. Maar ja, het is een mooie wedstrijd. Het is een hele mooie wedstrijd. En ja, al die reclame, daar word je niet goed van. Maar ja, dat hoort er ook bij in je leven. Dan heb ik een beetje een iets te lange content, maar dat maakt niet uit. Rakers vs FC Twente, derby van het Oosten, live met de voetbalcommentator. Kijk, als die reclame er nou niet was, dan kon de wedstrijd gewoon iets eerder beginnen. Ja. Dan zijn we weer bij de ADO. In het begin had ik Groningen NAC. Toen zijn we naar ADO, Ajax ADO, Feyenoord PSV, Utrecht Twente, AZ Twente, Feyenoord Willem 2, PSV Utrecht NAC, Feyenoord, Vitesse, Ajax, FC Twente, FC Groningen. En nu is het Heracles Groningen, wat ook Heracles Twente, wat ook een hele mooie pot voor mij wordt. Al was het maar een 0-1, dat maakt ook niet uit. 3 punten zijn veel belangrijker dan een gekke uitslag. Het interesseert me niet als Twente met 0-1 wint. Het interesseert me meer als Twente wint, gewoon wint. Gaan we ook weer zien in de wedstrijd. Als die reclame nou even wat sneller gaat. Nee. Probeer die weer grappig te doen. Dat is gewoon lekker toch, pap? Sissi. Dat is niet zo zoet als die Zo. Dat extra, weet je nog. Maar ja, jongens. Ik word er niet goed van die reclame. Morgen weer de Fortnite video en ja, dat zal natuurlijk geen verliespartij worden. Heracles Twente. Het wordt weer een mooie pot. 5 minuten, exact. Ja, iedereen moet gewoon abonneren. Het is gewoon een klein beetje respect wat er van jezelf ook afhangt. Bijna bij de 50 subs, 50 volgers op Instagram, jongens. Zo. Wie speelt er morgen, in godsnaam? Moet ik dan ook live morgen? Ik weet niet, zou kunnen. Nee, blablabla. Vanavond speelt ook Dort tegen de Graafschap uit. Morgen speelt PSV en... Ja, morgen speelt PSV in avondwedstrijd. Dat is mooi tegen Willem 2. Dat is lekker. Dan hoef ik tenminste niet weer op zondag 3 wedstrijden streamen. Ajax om 2:30 tegen Heerenveen thuis zondag. En Feyenoord AZ speelt om 4:45 de beladen pot af. Ja, ik ben zeer benieuwd naar de opstellingen. Wordt het gewijzigd? Gaat het zich afspelen op
Zeg maar hoe je het zelf kan bekijken. In ieder geval weet ik wel dat dit een belangrijke livestream is. Ook omdat we door kunnen zetten naar de 200. En ja, we gaan ook over 3 minuten beginnen. Dus daar ben ik ook heel tevreden over. Zet je micro. Small. Jongens, mijn microfoon staat goed. Hoor hier eens. Mijn mix staat hard zat, jongens. Er staan ze hoor in de tunnel. Quavos, Bijen. Daar staat ook natuurlijk Thomas Lam. Er staat Drommel. Er staat Van der Lely. Maher Jensen. En altijd weer diezelfde beladen derbies. Maar deze derby is wel iets belangrijker voor Twente dan voor Heracles. Ook omdat Twente niet in de veiligheidszone staat. En Heracles wel. Heeft Heracles nog kans voor Europees voetbal? En Twente heeft kans om er goed in te blijven als ze het nou gewoon slim aanpakken vanavond. Hebben ze ook veel kans? Ben ik ook blij dat jullie er ook weer zijn. Vandaag is ook weer heel veel. Zijn ook weer een paar dagen overheen gegaan. Maar ja, we gaan het zien hè jongens. Het kunstgrasvoetbal, het is niet altijd even leuk. We moeten ermee kunnen leven. En natuurlijk moet je zelf ook kunnen voetballen op kunstgras. Iedereen wil ik bedanken voor het kijken naar deze livestream. Als jullie er wel nieuw zijn, abonneer, like. Het is een geweldige sfeer in het Polmanstadion. Mooi confetti daar. Echt geweldig. Complimenten ook daaraan. Spelers gaan het veld op. Een beladen derby. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. En ja, ik heb mijn intro al gegeven. Het is hartstikke mooi. Ze lopen het veld op. Iedereen die abonneert, komt met zijn naam in beeld. En ja, wie wil het nou niet, hè? Zo'n mooie derby. Ja, ik ben er altijd, jongens. Ik zou ook nooit weggaan. Jullie zien mij altijd terug. Overal op ieder tv-scherm. En ik ben heel blij dat jullie er zijn. Altijd maar confetti, altijd maar weer vuurwerk, altijd maar weer vechten. Het is altijd, het is een derby. Je kan er niet onderdoor. En je kan er niet omheen of over. Al die confetti's zijn natuurlijk niet voor niks. Ik ben benieuwd. Heracles. Altijd wel weer goed bezig. Je naam komt in beeld, jongens, als je abonneert. Doe dat, dan komt je naam in beeld. Montero van Olja, Kubeljak, Drosten. En ja, Peterson van mij en Kouas. Peterson en van mij, altijd gevaarlijk. Kouas met zijn schot, Peterson met zijn dribbles. Ook de snelheid van Peterson is gevaarlijk. Niet omdat het ook een hele handige en behendige speler is. Maar zelf omdat hij ook gewoon heel slim en snel is. Daar staan ze hoor, Danny Holla en natuurlijk de keeper Castro. Ik heb geabonneerd, tuurlijk. Dankjewel voor je subscribe, Iris. Ik ben heel erg bedankt, heel erg tevreden. Laten we hopen. Ik ben van Twente, jongens. Dus ik zal altijd Twente steunen. Ik ga een hele mooie wedstrijd ook zo commentator geven van Heracles. Cuevas, Lam, Bijen van de Lely voor achterin. Op het middenveld met Maria, Jensen, Holla en Maher. Holla zou met een 4-1-3-2-1 spelen, hoop ik. Weet niet. Tigadouini en Boeren voorin, jongens. Laat Twente gewoon die kans afmaken. Ik ga een mooie wedstrijd geven van de, ook voor Heracles' kant. Ik heb geen hekel aan Heracles, zeker niet. Ik heb ook gewoon complimenten voor Heracles dat ze goed spelen. Gert-Jan van Beek, trainer van Twente. Je bent echt een tukker. Heracles gaat winnen. Is jouw voorspelling? Voor mij hoop ik het niet. Het is jouw voorspelling. Maar in ieder geval weet ik wel dat iedereen gewoon, als je abonneert, komt je naam in beeld. Dus doe dat ook zeker. We gaan beginnen aan de wedstrijd in een paar seconden. Peterson die popt nog even alle spelers op. Maria doet nog even zijn schietgebedjes naar boven. En natuurlijk Kevin Blom die luistert in zijn oortje of het fluitsignaal ook al gegeven kan worden. De wedstrijd gaat beginnen in 3, in 2, in 1. Gaat Blom fluiten, dan is de wedstrijd de wedstrijd is de wedstrijd is begonnen, jongens. Natuurlijk niet vergeten te abonneren, te liken, te subscriben. Iedereen is welkom, van harte welkom. En ja, we gaan er weer een mooie pot van maken. Jakubiak onderschept. Jamiro Montero, gelijk de eerste overtreding vol erop. Steven, gelijk de eerste ruzie. Maher Cuevas, gelijk de eerste gele kaart voor Maher. Dat is snel. Och, dat gaat er geen mooie avond worden voor Maher. Oei, 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 oei. Eerste gele kaart toch gelijk voor Maher. Komt vol in. Kan ik wel begrijpen, 1, 2, 3. Maar alsnog, gelijk een gele kaart voor Kevin Blom had ik niet van hem verwacht. Gelijk ruzie ook op het veld. Maar hij is niet de geliefde speler nu. Nu al 30 seconden.
dat Blom gelijk geel trekt, dat vond ik niet zo goed eigenlijk. Dat vond ik ook niet zo normaal. Maar je ziet het, alles kan gebeuren in voetbal. Komt er een vrije trap op een hele mooie positie voor Kuwas. Het is een hard afstandsschot. Harder dan Ibrahimovic, kan wel. In ieder geval weet ik nog wel dat die Kuwas een bal binnenschoot. Het kan altijd. En als ik altijd zo zeg. Zwabbebal, gaat hij het doen? Ja, tuurlijk. Zal hij erin gaan? Nou, dat verbaast me niks. Bradley Kuwas! Over de muur! Oh, drommel pakt! Ja, dat had zomaar een bal eerste minuut erin gekund. Publiek ook volle steun. Stadion bomvol. Nog voller dan tegen Ajax. Lijkt me logisch. Kuwas met de hoekschop. Veel confetti ligt daar ook. Kunstgras is toch bijna niet weg te halen. Kuwas, van mij voorin, van mij krijgt niet. Kuwas werkt weg. Van Nooyen. Weer op, nee. Ja, dan moet Twente zich weer compact laten spelen. En zelf weer druk zetten op de bal. Eén kans moet genoeg zijn, ook voor Tigadouini. Weet hoe hij die bal af kan maken. Weet hoe hij dat moet doen. Ja, Kubiak, Drosten. En natuurlijk krijgen we daar ook Robin Prupper. Roetje van Davy Prupper speelt bij Ovinic Elvin. Montero laat zich er vaak inschuiven. Ja, veel aan het spel betrokken. Jamiro Montero, snel, handig. En een goed mannetje. Weet hoe hij een bal erin moet schieten. Laag. Heeft een goed schot. En ja, iedereen die abonneert. Respect gewoon de rest ook in de stream. Ga niet lopen schelden. Je verpest jezelf er alleen mee. Jamiro Montero. Peterson, slechte combinatie. Maar nog komt hij weer terug bij Peterson. Maria zet maar een keer druk. Tweede lijn afgedekt. Van der Lely. Montero is de bal vol voor mij daar ook. En daar komt... Drosten wou daar komen, maar ging dat niet doen. Jongens, als je abonneert, komt je naam in beeld. Laten we vandaag veel meer subs halen dan normaal. Zo. Eerst 3 minuten. Eerst gele kaart. Twente komt van Adama Her. Tweede gele kaart van het seizoen. Drommel schiet maar een keer die bal naar voren. Rare uittrap, kunstgras natuurlijk. Maria, sterk in de duels. Maria door de benen. Ja, van der Lely. Eroverheen. Jens in duel. Voor mij verliest dat duel. Kopt die bal over de zijlijn. Maria van der Lely. Boer ook met z'n drieën voorin. Jens Boeren tegen Aduini. Dat moeten ze gaan uitvechten tegen Prupper. Op snelheid moeten ze dat kunnen wel kunnen kloppen natuurlijk. Maria raakt die bal weer kwijt. Zet maar een paar wedstrijden nog te spelen, jongens. Ik ben benieuwd. Ik heb er heel veel hoop in dat Twente erin blijft. Daar ga ik ook voor. Boeren die kansen afmaakt. Sommige open kansen mist hij. En kansen die je makkelijker mist dan maakt, die scoort hij. Boeren tegenvallen voor het seizoen. Maar Twente heeft wel geholpen aan punten. Dat moeten ze hebben. Jakubiak, Montero, schuif maar een keer door. Het is heel compact, speelt Heracles niet. Spelen meer open. Ook de linies houden ze veel breed. Spelen ook niet ingezakt. Veel eroverheen komen, veel het midden, door het midden. Ja, goed getimed. Jensen moet komen, komt niet. Jakubiak onderschepping. Eerste bal, Jakubiak, gaat maar een keer proberen of niet? Nee. Kuwas het overstapje. Terug naar Peterson. Kuwas, voor mij. Van Hooyen en weer terug naar Jakubiak. Mooie bal. Montero is snel. Maar niet zo snel. Van Hooyen. Moet je ook niet laten schieten. Heeft snel schot. Jakubiak. Zou Twente er met 1 counter uitkomen, jongens? Denk het wel. Het is natuurlijk... Ah, goede bal. Goede onderschepping. Boeren. Leg maar een keer terug. Maher. Ah. Ja, die werd ook van de bal gelopen. Maar... Eerste bal. Van Hooyen. Gaat het niet proberen. Kuwas achter zich langs. Ja, slecht gespeeld. Zit er echt bommetje vol, jongens, in dat stadion. Vraag me wat je wil vragen, jongens. En als er weer een vraag komt, waarom stream je niet met beeld? Omdat ik dan gescand word door Fox. Duh. Dus hier hebben jullie je volle antwoord. Alsjeblieft. Ja, jongens, natuurlijk. Fox Sports, dit doe ik niet aan. Ik ben van het live commentaar geven. Tigadouini, Maher. Boeren in de punt. Tigadouini, mooie beweging. Bal was uit. Niet gezien door de scheids. Goed gedaan door Holla. Holla die vorig jaar Twente naar 3 punten schoot tegen Heracles.
Invalbeurt kwam, vrije trap kwam, over de muur. Schitterend gedaan. Goed gedaan, de Cuevas. Druk gezet. Los het onderschep. 10 kijkers, lekker jongens. Laten we dat poppen naar meer kijkers. Montero, Maria ook weer mee. Snelle speler, behendig. Peterson gaat maar eens opzoeken. Peterson is er langs. Peterson is daar langs. Geen penalty. Nee, nee, nee. Goed gezien door Blom. Goed gezien door het Blom. Geen penalty, jongens. Ja, Peterson die struikelt wat. Bijen. Ja, die valt zomaar, joh. Dat is echt dom. Dat is gewoon... Dat is gewoon... Heracles heeft een lekker begin. Ja, voor Heracles is het wel een lekker begin. Thuissupporters ook. Heracles. Ah ja, Maria had je wel kunnen hebben. Peterson, gevaarlijk speler. Slimme voetballer, behendig. Ja, overtreding. Het gaat vanavond een mooie pot worden. In ieder geval, Cuevas. Tigadouini. Jensen in de punt. Hij had hem kunnen geven, maar... Ja, goed op tijd geven. Jensen. Geen buitenspel. Frederik Jensen. Danny Olla. Wordt in zijn rug gelopen, vrije trap. Maher. Kan Twente door? Ja. Maria. Maher, vrije trap. Ja, tweede gele kaart. Goed zo, scheids. Dat wordt een leuke wedstrijd. Daar gaan veel gele kaarten vallen, weet ik. Van Nooy ook, op de bon. Je moet ook oppassen voor geen rode kaart. Knap hoe je commentaar geeft. Dankjewel, Thomas Dennekamp. Zeer gewaardeerd. Toppie. Als je wou abonneren, zou dat ook zeker top zijn. Heb je mij ook geholpen. Daarna hele kaart van het seizoen. Heeft ook wat tikjes uitgedeeld. Kreeg het zelf ook wat tikken. Ook Maher, degene die bal goed voor kan slingeren. Cuevas achter hem. Zou die bal wel goed kunnen geven. Maher, slingert die bal in. Bal komt niet bij Boeren. Ja, eroverheen. Cuevas. Maher, sterk. Heel sterk van Maher. Maher, gaat die bal voorgeven? Corner voor Twente. Ja, corner voor Twente. Goed zo. Cuevas van Chelsea, inderdaad. Cuevas van Chelsea gehuurd. Chelsea wou hem hebben. Nieuwe abonnee komt in beeld. Dankjewel voor je sub. Ik weet niet wie het was. Zeer gewaardeerd. Mitchell Geerdering. Hij was dat dorp, vriend, met 2 keer E. Net zoals dat dorp. Corner komt van Maher. Boeren in de eerste paal. Boeren en de bal komt voor langs. Geen penalty, Peterson. Onderschept. Heracles kan er nu uit. 3 man achterin bij Twente. 2 man voorin bij Heracles. Boord geven richting Cuevas. Dek op de bal. Geen gele kaart van Blom. Dat snap ik. 113 subs. Gaan goed, jongens. Tieske, dankjewel voor je sub. Michael, dankjewel voor je sub. Iedereen wel bedankt. Jongens, gewoon abonneren, jongens. Dat zou top zijn. De abonneren heeft geen nut, want je naam komt niet dubbel keer in beeld. Ja, Twente heeft het vrij lastig, ook vooral thuiswedstrijden. Hebben ze het wat moeilijker dan normaal. In ieder geval ben ik wel blij dat er wat kijkers zijn. Cuevas, in duel met Cuevas. Cuevas is daar langs, Cuevas. Doeltrap, ja. Och, gaan ze weer ruzie krijgen met die supporters. Allemaal stadionverbod klaar. Ja, die Cuevas die moet je er niet langs laten. Want als die 1 tik krijgt en hij valt, dan krijg je een penalty tegen hier. Er is niks aan de hand. Drommel, kick die bal weer uit. Cuevas, Boer in de punt. Jensen gaat weer. Ik weet al dat Jensen gewoon in het midden in de punt staat. Die gaat er niet ook. Individuele acties daar moeten van komen. Hola. Die gaat er niet. Maar Cuevas, Boeren. In het midden, holla. Ja, Twente kan opschuiven. Maher. Ja, te hoog. De steekballen moeten goed komen. De aanvallen moeten goed geproduceerd worden. En ja. Ja, die tackle die kwam vol op de bal, vol op de enkels van Montero. Snelste gele kaart van dit seizoen. Ja. Cuevas op Maher, man. Maria, goede, slechte bal. Hele slechte bal geven in het midden. Spelen met 5. Ja, de druk staat er wel goed op, jongens, op de ketel bij Twente. Ook bij Heracles krijgen ze wel wat tikjes. Ik ben benieuwd wat deze wedstrijd voor verloop gaat krijgen.
Gladon die niet speelt. Jammer. Toch gezien, goede vriend. Paltje Gladon, altijd een goede vriend, ook van mij. Kennis, een vriend. Toffe gozer. Bij Sparta is hij gewoon eigenlijk een soort beetje mishandeld. Slaat nergens op. Maar dan mag ik Sparta ook niet. Herak, nee. Rare voorzet van Prupper. Eén keer vloog die bal er zo als een dolle in. Dat was een keer toen die bal op de pantoffel kwam van Prupper. 20 kijkers, jongens. 20 kijkers, lekker hoor. Vergeet ook niet te abonneren, je naam komt in beeld. Kijk maar links. Ze proberen gek te doen, maar dat geeft niet, jongens. Ik ken al die spreekkoren van Heracles die ze bij Twente proberen uit te lokken. Het is grappig, het is leuk, maar niemand lacht er alleen om. Dus zulke grappen maken ze. Ik vind het helemaal niet erg hoor, dat zal maar zeggen. Twente kan het bewijzen op het veld. Jensen, gaat een keer. Jensen valt. Boeren sterk. Cuevas, voorzet. Jensen komt, nee. Maher. Maria, weer met die schaar. Bal voor Boeren. Daar geen corner. Jongens, we gaan stijgen met de subs. Vergeet niet te abonneren, doe dat ook zeker. Ben ik ook zeker dankbaar om. Drost. Drost er weer terug. Jongens, vandaag de 150, 200. Zou allemaal kunnen. Zou ik heel dankbaar om zijn. Ja, hoge bal gegeven. Goed gedaan, teruggekoppen koe was. Ja, je Joël Drommel opgenomen, jong Oranje. Netjes. Van de Lely, slecht gespeeld. Heel slecht getimed ook. Die bal moest onderschept worden. Montero, Jakubiak. Nu kan Heracles er weer uit. Met Peterson. Peterson weer door. Peterson ziet Van Mij in het midden. Gaat die bal ook geven? Van Mij. Komt hij hoog genoeg? Nee, de bal komt ook zelf niet hoog genoeg. Die Gadouini gaat nog geen domme dingen doen. Heeft geen nut. 17 kijkers, jongens. Kouwas, wild op zijn linker. Dat moet je weten. Corner voor Heracles. Bal is aangeraakt, blijkbaar. Dat ik niet verwacht. Ook voor mij die de lucht maar goed is. Jongens, abonneer, like, subscribe, doe het. Je naam komt in beeld. We zitten goed met kijkers. Ik ben heel blij. Kouwas met de corner. Heeft strakke corners. Montero mee. 5 man van Heracles mee. Kouwas, gaat die bal maar inslingeren. Ja, buitenspel, overtreding, ook goed. Kevin Blom, strenge scheids. Het is natuurlijk niet zo van, hij gaat een gele kaart trekken om niks. Yo, Iris. You are a... Hij gaat natuurlijk niet voor niks een gele kaart trekken. Blom gaat die bal maar snel uittrappen. Kunstgras vervelend, jongens. Moeten ze afschaffen, vind ik ook. En dat ze echt gras moeten hebben. Boeren. Jensen kan door. Jensen, slim balletje. Maher. Heel slecht aangenomen. Ook Assaidi met de knieën, blessure. Hebben ze niet laten spelen wegens overbezorgdheid natuurlijk, snap ik. Belangrijkste speler van Twente dit seizoen wel voor Twente zeker. Kouwas, ga er maar eens opzoeken met Maria. Kouwas, moet je niet op zijn linker laten spelen. Weet dat hij gaat naar zijn linker gaat. Montero. Voor mij. Ja, overtreding tegen. Snap ik. Van mij gleed over de bal uit en kwam daarna op. Ja, van mij hier. Door de benen. En hij gleed zelf. Ja, stapt op die bal, jongens. Holla. Cuevas. Twente speelt heel erg paniekvoetbal. Maar ook soms rustig, zoals vandaag. Hoop ik dat ze wel tegen tegenslag kunnen en tegen druk. Ze hebben genoeg tegenslag gehad dit seizoen. Zie je, weer zo'n rare bal van Holla. Goeie onderschepping, keurig. Keurig blok gezet van de Lely.
Goeie bal richting Boeren. Drosten vliegt bijna door die boarding heen. Begin gek te doen. Pruppen moet niet dom doen. Dan weet dat er aan zijn ruzie ontstaat. Kom je ook uit Overhuis of richting? Nee, kom uit Breda, man. Drosten probeert hem uit te lokken, die Breukers. Ja, ik mag hem ook niet. Zelfs Veldman, die mag ik ook niet. Zijn spelers bij, die mag ik niet, jongens. Maar dat geeft helemaal niet. Ik ben benieuwd hoe Twente eruit gaat komen. Zeker. Jongens, bijna niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Moderators zijn zeer gewaardeerd. Wie je mod wil worden. Peterson. Het midden van mij. Is niet snel, maar wel handig op de goede plek. Van Ooyen. Maar, die gaat er weer niet nu mee. Nu kan Twente er misschien een keer uit. Montero. Van Ooyen. Peterson. Wie gaat Drosten. Andere kant zit. Zit. Corrigeer. Is en ligt ook helemaal open. Montero. Ziet, kijkt, geeft, niet. Van mij. Ja, Heracles komt steeds dichterbij om een creëerde kans wel een, op een mooie afronding te maken. Maher. Komt, lost die bal weer naar voren. Die niet echt over nagedacht natuurlijk. Jongens, blijf abonneren, komt het goed. Ja jongens, ik weet niet wat voor wedstrijd dit gaat worden. Het is een hele leuke wedstrijd ook al. In de loop der jaren is het al een hele spannende wedstrijd geworden. En een hele mooie wedstrijd ook, omdat het opgebouwd is met een derby. Twente was altijd groter aan kop, hoger aan kop. En natuurlijk altijd een groter team. Tegen de Winnie. Goed gespeeld. Nee. Ja, overtreding. Ja, die bal is al genomen. Wat doet die scheids? Ja. Jakubiak. Montero. Montero is daar langs. Ja, laat hem nou niet doorlopen, want dat heeft geen nut. Niemand. Bal komt voor, Breukers. Ja, Boeren wordt weer in zijn rug gezet. Die Pruppen is een irritante speler, joh. Dat kan jij niet tegen. Dave Fickett, ja, maar misschien ken ik hem wel. Volg hem op Insta, jongens. Brandon Streams, komt het ook goed. Ik heb fucking veel dorst. Ik moet even een slokje drinken, nee, hoor, jongens. Oh. Bal komt hoog, Jens kopt. Koewas, voor mij. Drost. Oh. Ja, dan maar weg die bal. 15 kijkers, jongens, lekker. Ja, eerst 20 minuten verloopt. Ja, goede sliding. Ja, de bal voor Twente. Ja, het is, Twente doet dus niet slim. Twente heeft ook niet meer zoveel creatief voetbal zoals in het begin. Hoe snel ze er al uitkwamen. Kijk, hoe was door de benen. Ja, voor mij dat is een irritante spits. Twente moet hier winnen. Kom met tegenslag omgaan. Bijen. Maria. Ja, weer gaat die bal niet goed. Weer is de bal slecht gegeven. Het is niet te geloven. Je kan die twee makkelijk eruit spinnen, die Prupper en die Drost. Die zijn helemaal niks, man. Kom op. Tegen de Winnie is veel sneller dan die twee. Veel
stil behendigen. Die speelt 5 man in 1. Vierkante meter uit. Moet je toch wel kunnen, jongen. Kom op. Wees strijdig. Wees partij voor jezelf. Tegen Aluwini. Kan Twente nog een keer eruit? Monteren moet niet gek gaan doen, want hij weet dat hij zelf ook erg irritant aan het doen is. Ja jongens, jullie moeten niet met die vraag komen, kan je de wedstrijd niet met dit en dat. Ik zeg al, ga het lekker zelf kopen dan. Het is je eigen schuld als je geen Fox Sports hebt. Je moet maar kopen, hè. Ik ben gewoon voetbalcommentator, jongens, dat wil ik ook worden. Eigenlijk zien jullie mij gewoon op tv. Dat is toch mijn einddoel. Morgen PSV om 7:45. Ja, een beetje een irritante rottijd, maar maakt niet uit. Maria, misschien nu een keer. Ja, weer slecht gegeven. Weer in de bal in de handen van Castro. Die krijgt deze avond niet veel te doen, denk ik. Maar ja, het is hoe Twente het maar zelf kijkt. Maria. Jakubiak. Ja, weer op de bal. Peterson, moet je gewoon onder de bal uitschoppen. Gewoon vuil spelen. Goed van de bal afgelopen. Holla. Twente kan eruit met Boeren. Slechte aanname. Ja, gaat die liggen. Jezus, man. Krijgen we weer zo'n grens? Krijgen we weer zo'n matenaaier? Ja, jongens, het is zo. Het is allemaal tegen Twente. Roland Baas en de baas bij Heracles. Ja, het staat gewoon nergens op, jongens. Die grensrecht. Als je bij rugby getackled wordt en je buik ligt er bijna uit, zo hard tackelen ze je. En bij voetbal, als je aanraakt, dan ga je gelijk vallen. Het slaat echt nergens op. Dan moeten ze gewoon een rode kaart voor geven voor diegene. Maar er gelijk vanaf. Doen ze het nooit meer. Kubas. Ja, die laat je gewoon lopen. Tuurlijk, joh. Tuurlijk, laat Kubas maar gaan lopen. Geen overtreding, tuurlijk niet. Goed zo, scheids. Maria kan door. Maria gaat ook door. Ja, moest daar omheen. Kon daar niet omheen. Ja, het is zo, jongens. Ik zou het niet, maar het is gewoon. Het klopt gewoon. Het klopt gewoon wat ik zeg. Of je er nou eens bent of. Of je het er nou mee eens bent of niet. Punt wel is dat het nog steeds 0-0 staat. Geen enkel schot op de eiken van Heracles van Kubas, sorry. Ja, Kubiak, ga het maar weer een keer proberen. Roland Baas. Ah, ja. Twente moet daar tussen zitten. Ze moeten een wissel plaatsen. Ja, dat gaat ook weer niet. Dat de scheidsrechter voor Heracles fluit. Nee, de grensrechter die fluit voor een overtreding wat niks aan de hand is. Twente zit in de hoek waar klappen vallen, maar kunnen zelf ook daaruit komen. Montero, ja. Roland Baas, slimme speler. Over het algemeen doet veel zijn best. Oh. Klopt jongens, het is 25 minuten bezig en nog steeds geen kans voor Twente. Steeds maar weer zo'n domme bal naar voren waar je ook niks aan hebt. Twente heeft ook niet echt veel aanvalsmogelijkheden. Het is dat ze jammer genoeg geen Dessers hebben gehaald. Ja, ze hebben Boeren gehaald. Ze hebben ze kwaliteit type anders spits binnen. Meer balvastig. Van der Lely. Je krijgt in iedere wedstrijd wel een kans. Tegen Ajax, tegen Feyenoord, tegen PSV werden er wel 6-3 doelpunten gemaakt. Tegen Feyenoord wordt er 1 doelpunt gemaakt en tegen Ajax werden er ook 3 gemaakt. Officieel werd er tegen Ajax 4 gemaakt. 5. Beker uit en thuis. Bal weer naar voren richting Maria. Weer zo'n rare bal van Boeren. Boeren loopt weer mee met Prupper. Snap niet dat ze daar geen jong spitsje neerzetten. Ja, Twente moet gewoon een speler terughalen die ze... Kijk maar naar zo'n Demi de Zeeuw. Bij NAC heeft door Demi de Zeeuw veel
problemen ontlopen. Het was een parel voor NAC. Altijd was hij een hele goede voetballer. Dankjewel, Lieuw Sevinga. Lam, gaat maar weer een keer opkomen. Lam, ja, weer bal terug. Dat heeft toch geen nut, jongens. Kom op, Tighaduini. Je ziet links. Tighaduini, misschien nu. Nee, bal gestuit. Ja. En dan gaat Heracles er weer uitkomen met Jakubiak. Komt rechts Peterson, komt links Peterson. Ook meer mee. Keeper moet hem hebben. Keeper heeft hem. Keurig, Drommel. Ik ben heel blij dat jullie dat zeggen. Wat een mooi commentaar. Willen jullie deze livestream ook delen? Gooi maar gewoon een tag van een voetbalcommentator erin. Dan zien jullie mij ook op YouTube. Het is allemaal maar mooi dat mijn streams er ook op staan. Ik zoek voetbalcommentator op. Ik zie mijn hele lijst staan van voetbalcommentator dit. Prachtig, jongens. Ben ik heel vereerd om. Tighaduini. Ja, we missen ook El Andoui in het midden. Ook een spits die bewegelijker is, hè, jongens. Het is niet zo 1, 2, 3 dat je zegt, nou, Twente kan heus wel winnen van Heracles. Het is de kans die Twente heeft, die moeten ze benutten. Want veel krijgen ze er niet. Dat is ook gebleken uit het spel wat Twente nu speelt. Tegen Ajax, tegen Feyenoord, tegen PSV en iedereen wie ze gespeeld hebben. Tegen Roda ook. Van fouten moet je profiteren. En dat heeft Boeren ook niet gedaan. Bijen, ja, laat hem maar eroverheen koppen. Corner voor Heracles. Jongens, deel de stream. Zo. Een haar in mijn oog. Ja, jongens, het einddoel is toch met het WK commentaar geven. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. WK of Champions League. Dan stream ik dadelijk Ecuador tegen Nederland. Hanengevecht tegen de kaaskoppen, ja, jongens. Ja, goed, zus Koewas. Gewoon liggen op de grond. Komt het allemaal goed. Ja, dan gaan ze hem uitfluiten. Jongens, het spel dat Twente nu speelt. Verbeek staat bijna in het vak van het andere team. Maakt niet uit, joh. Drommel. Ah. Eerst een aanloop nemen van 84 meter en dan wel uitschieten. Dat heeft toch geen nut. Ja, kijk jongens, speel nou gewoon achter en alsjeblieft normaal rond. Jezus man, is dat niet zo moeilijk? Die tijden met Chatli, Ruiz, Kufo, Stoch, Luc de Jong in zijn goede periode. Promes, al die tijden zijn voorbij. Het is nu overleven. Hoe het zo cool was. Oh god, weer een gele kaart voor die Chileen. Ongeveer zijn tiende van het seizoen. Voor welke club ben je voor Twente? Zo, trap gewoon vol op zijn enkels. Maakt niet uit, joh. Dus ja, jongens. Fox Sports, ja. Fuck Fox Sports. Ik ben altijd voetbalcommentator. Oh god, wat krijgen we nou? Vechten, ruzie. Cool, was met de vrije trap. Gaat dat denk ik niet in één keer proberen, van 80 meter, ongeveer de middenlijn. 50 meter. Kan dat wel doen. Cool, als pompt die bal maar in. Bradley, cool, was. Bal komt hoog. Nee, hoek, doeltrap. Voor mij kwam net niet hoog genoeg. Moet oppassen met die kopduels. Zo jongens, ik ben zeer blij dat er veel kijkers zijn. Ook weer trouwe kijkers, nieuwe mensen. Nou weer de bal terug. Nou, die Kevin Blom, die is niet echt van de, ja. Peterson. Maria. Jakubiak. Rust is wedergekeerd achter hem bij Heracles. Jongens, vergeet ook niet te abonneren. Baas, gaat die bal maar ingooien. Baas, gooit die bal erin. Voor mij. Hoewel, ja, die heeft lef om die bal weer terug te koppen. Jongens, link. Klik op die link. Dan komt je namelijk in beeld. Ha! Oh, moest even niet zo, jongens. Zo. Tsunami van... Koewas,
Pak die bal gewoon af, jongens. Kovac dreigt die hoek in. En weer bal over de zijlijn. Hoi Colin Brogink. Pak die bal gewoon af. Breugers Kenny is... Ja, overtreding. Niks aan de hand, joh. Ja, ook gele kaart dan, want Cuevas krijgt ook een gele kaart omdat hij op zijn poot stond. Ja. Jongens, 150 lijkt me wel haalbaar. Van der Lely, Maria, Maher, Holla, andere kant, goeie bal. Het ligt weer een beetje open voor Twente. Tiga de Winnie ook weer mee in de punt. Boer ook in de punt. Jens ook in de punt. Jens krijgt hem niet, Pruppen komt weg. Maher, hard schot, oh! Net over. Overgetikt door keeper of niet? Zo, wat een hard schot zeg. En daar zou Jaap Stam jaloers op zijn. Och, mijn god. Nou, als je die bal op je hoofd had gekregen, dan denk ik wel dat je knock-out was gegaan. Ja, dat is een wereldsave nog wel. Ja, dat is echt een wereldredding van die Castro. Heel mooi gekiept ook, maar ook heel mooi gevlamd. Hij hoeft er maar een centimeter kleiner te zijn, hij had hem niet gehad. Bal wordt weer ingepompt. Zulke kansen krijgt Twente niet vaak. Bal komt in, Lam! En oh, raakt die bal helemaal verkeerd. Oei, oei, oei. Oh mijn god. Raakt die bal helemaal verkeerd, Lam. Lag voor zijn voeten. Dat zijn die kansen die Twente maar één keer in de wedstrijd krijgt. Of wel meerdere keren in de wedstrijd krijgt. Miss Europa League, dat is hoog. Dat is hoog, Europa League. Maar ja. Als ik commentator word, zoek ik jou een keer op. Ja, Anthony Akvidian of weet ik veel welk land je komt, maakt mij niet uit. Jij zegt dat ik geen commentator word. Zullen we maar zien, ja? Peterson stuit op Van der Lely. Nu komt Twente door. Maria, weer die bal naar voren richting Boeren. Ja. Maar Twente. Jongens, al die haatcomments maakt echt niet uit. Het is alleen jezelf die je ermee hebt. Maria. Montero. Boeren. Jakubiak. Gaat maar weer een keer door. Jakubiak. Schuif maar weer een keer door. Monteren. Kovac ook. Moet oppassen met die domme tackles. Ja. Misverstandje kan ook wel kansen opleveren. Twente moet hier gewoon van profiteren van die misverstandjes van Heracles. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Niet veel kansen. Daarom is het ook een leuke wedstrijd. Heracles 2 gele kaarten. Maar, holla. Twente moet nu een keer eruit kunnen komen. Cuevas. Die gaat er weer niet. Midden Jensen, moet wel even. Nee, geef hem ook niet weer terug. Holla, gaat maar een keer door. Holla gaat ook door. Holla gaat ook door. Holla, Jensen. Jensen. Ja. Ook niet. Hé jongens, mijn droom is echt gewoon goed en leuk voetbalcommentaar te worden. Ja, Boeren wordt weer in zijn rug. 17 kijkers, jongens. Laat hem tikken naar de 30. Zou ik zeer fijn vinden. Iedereen die ook een beetje weet hoe ik ben, zou het leuk vinden met meer kijkers. Kunnen we ook gewoon een keer, ja. Q&A. Zit ik daar nog eens aan te denken?
Hoe ver zou ik gekomen zijn als ik niet geblokt was op dat allereerste account? 1k, 2k, 3k. Je weet het niet. Ik heb tot nu toe al je luisteren nog niet gezien. Ga zo door, man. Dankjewel, Jesper Holde, Reuver. Ik blijf altijd doorgaan. Maakt niet uit wie er komt, wat er komt. Ik laat de politie voor mijn deur. Het interesseert me echt totaal niet. Zie mij maar eens tegenhouden om mijn livestream niet te gaan doorgaan. Nou jongens, ja, korte corner gegeven. Quavas, ja, zet een keer druk op Koewas, want die bal die gaat vies inkomen. Drommel, oh, heeft op klem, goed zo. Twente kan eruit komen. Ah, jammer. Dat had hij mooi gezien. Mooi gezien. Kijk jongens, zulke comments. Kijk, het is helemaal niet erg als je me niet mag. Maar zeg dan geen domme dingen zoals kanker livestream, want dat heeft geen nut. Je moet dat niet zeggen. Zeg gewoon van, nou, zeg gewoon niks. Ga gewoon weg dan. Maar doe iets met je leven. Als je eigen moeder dat heeft, ga je dat toch ook niet zeggen? Oké dan. Nou, ik zeg maar iets. Maar. Jongens, like en comment onder mijn Insta-foto. Morgen komen er weer nieuwe Fortnite-video's. Boeren. Jensen. Ja, Twente komt wel wat verder. Klik op de link hier in de beschrijving, jongens. Abonneer ook op dat account. Want daar komen Fortnite-video's op. Dat worden leuke video's. Hele mooie en leuke video's. Het is ook bijna rust, jongens. Van de lady. Maria. Jensen. Boeren. Penalty of niet? Nee. Geen penalty. Blom geeft geen penalties. Je hebt gelijk, jongen. Dankjewel, Deadly Danger 2018. Ook Twente fan, tuurlijk. Altijd Twente fan. Die gaat er weer niet. Twente kan misschien nog een keer eruit komen. Die gaat er weer niet. Zet ze solo maar een keer in. Die gaat er weer niet. Maria! Slecht schot en aangeraakt. Nee. Iedereen die nu... Jongens. Iedereen die het goed vindt, abonneer gewoon. Iedereen die mij goed vindt, abonneer gewoon. Ook als je het niet goed vindt, abonneer gewoon. Je naam komt in beeld. Heb ik ook respect voor jou. Dan maak je er zelf ook een leukere livestream van. Ik bedoel, ja. Het respect wat je hebt is heel duur en heel zeldzaam eigenlijk voor jezelf. Als je dat niet hebt, ja, kom je niet verder in je leven. Zo simpel is het. Ja, goede onderschepping voor Quavas. Boeren weer in het midden, 3 man voorin. Maria ook mee, Boeren, Quavas. Ik gooi voor Twente weer. Ik ben ook voor Twente, goed commentaar, dankjewel. Iedere week komen er weer nieuwe mensen, jongens. En iedere week ontmoet ik weer nieuwe mensen die mij ook goed vinden. Tigadouini. Had je Tigadouini over het been? Nee, ook niet. Blom fluit daar niet voor. Peter van Ooyen. Bradley Koewas. Jakubiak. Kubiak. Jongens, degene die geabonneerd blijft, komt ook met zijn naam in beeld. Je moet niet abonneren en dan snel deabonneren. Nee, je moet geabonneerd blijven. Prupper, in duel, goed gedaan. Keurig gedaan in duel met Boeren. Keurig Boeren. Jongens, het is ook niet dat ik Twente 100% support en dat ik hekel heb aan alle clubs. Zeker niet. Heracles, ik kijk, bij andere wedstrijden heb ik ook van dat als PSV bijvoorbeeld goed speelt of Willem II dat mooi doelpunt maakt, reageer ik daar ook gewoon fatsoenlijk en normaal en leuk op. Ja, je moet ook Stan, Minkoff, dankjewel. Van de Lely. Ja, verkeerd getimed. Cuevas, Boer, ja, nu kan... Ja, corner. Niemand moet elkaar schelden, want dat is niks. Klopt. Niemand moet schelden, dat klopt inderdaad. Je moet gewoon geabonneerd blijven. En je naam komt in beeld, jongens. Kijk maar links onderin, je naam komt in beeld. Maar hij ging de fout daarin met een andere, met de sliding verkeerd om. Zie je niet vaak. Kijk, corners zijn gevaarlijk, ook voor Heracles. Weet dat die goed kunnen vallen. Weggepeerd door Cuevas. Niemand daar. Ik mag jou wel. Dankjewel, Deadly J 2018.
Je moet fatsoen voor elkaar hebben. Dan heb je al iets dat je elkaar een beetje mag. Daar begint het mee, met fatsoen. Als je iemand gaat uitschelden voor je weet wel wat. In de vorm van je weet wel wat. Dan heeft dat geen nut. Ik krijg ook steeds meer berichten van dat ik het ook goed doe. En ja, daar ben ik ook tevreden om. Ik schep ook nooit over. Op, al had ik 100.000, wat interesseert mij dat nou? Ik ben gewoon blij dat de mensen gewoon respect voor elkaar hebben. Al verdien ik 100.000, wat maakt het uit? Het gaat het respect erom. Ja, ik bedoel maar. Moet ik een baksen tegen je hoofd aan gooien, hè? Ja, het is zo, jongens. Kooivas. Hoop dat Twente wint, ja tuurlijk. Moet zeker. Moet gewoon. Boeren. Jensen. Tackle van Boeren, verkeerd op de bal. Weer een miscommunicatie. Maar ik hoop dat er iets meer mensen dat Twente wint, dat weet ik wel zeker. Het is natuurlijk niet voor niks een derby. 3 minuten is het rust, jongens. Ga ik even wat tevreden pakken. Die gaat er weer niet lopen met Van Nooyen. Wil je later ook commentator worden op het WK? Dat is mijn ja, droom. Het WK. Net als Jack van Gelder. Die schreeuwt 100 keer Dennis Bergkamp. En iedereen weet het. Kouas gaat maar door. Ronald Baas. Montero. Gaat die bal niet voorgeven. Gaat die actie wel maken. Montero. Moet je het niet laten maken. Snel. Slechte kop over voor mij. Wat ik begrijp hem eigenlijk. Ik kan die taal niet verstaan. Oh wel. Ik kan die Almeloze taal niet verstaan, sorry. Uitspreken doe ik helemaal niet. Hé hey, jongens, ik kom uit Breda, dus ja. Hier in Breda is het ook erg koud. Boeren, laat maar gaan. Ja. Wauw. Justin Nijhoff, rot je even lekker op. Dag. Kijk dat Heracles nou al 100 jaar in de kampioen is geworden, moet jij weten. Maar op het WK. Het WK met Nederland. Wanneer gaat dat weer gebeuren? Laat staan een EK, laat staan een WK, laat staan een toernooi. Ja, snap je, hij moet gewoon even stil zijn, die Justin Nijhoff. Hij denkt dat hij alles is. Want na zoveel jaar pakt Heracles Twente een keer. Oh nee, wacht, dit jaar hebben we Twente ook gewonnen van Heracles, klopt. In het middenbaas, nu zet Twente veel druk. Nu is het besef daar ook dat Heracles met de 3 man achterin speelt en de counter er volop kan zitten. Jensen. Krijgt een beuk in zijn rug. Stop mijn zweet. Maakt niet uit als iemand dit stem maakt. Hij doet zijn best. Snap je? Ik heb er ook wel bij het livestream staan. Net zoals Groningen Twente. Dat vond ik ook een rot livestream. Vond ik zelf ook niet goed. Dankjewel voor de positiviteit die iedereen levert. Kwevas kan door. Gaat die bal voorgeven. Boeren! Oh, jammer. Net voorlangs. Oei, oei, oei. Zo rust, jongens. Op de minuut na is het rust. Like en comment onder mijn Insta-foto, mijn nieuwe Insta-foto. We zijn er bijna op de 50 volgers. Dus ja. Dat is eenmaal zo. Het is rust, jongens. Ik ga even wat tevreden pakken.
Ja, boys, ik ben er weer. Moest even een halftime pick maken. Maar we zijn er gewoon weer. Het is weer. Twente moet punten halen. Twente moet gaan. Twente moet komen. Boeren. Cuevas. Laat weggewerpt tot Drost. Ingooit Wente. Jensen, kan gaan schieten. Jensen, eerste schot voor Twente. Oh! Recht op kast eraf. Cuevas, Cuevas, Montero, Van Ooyen, Peterson, Vermeij, ook allemaal weer mee. Het gaat via Peterson, het gaat via het midden via Montero. Eén actie en hij is er langs. Montero doet het zelf, nee, maar hij is slim. Ja, kan wel, Montero. Jensen. Boeren zijn druk. Boer had eigenlijk veel meer druk moeten zetten. In het midden loopt er ook eentje vrij, maar ook weer niet. Ja jongens, iedereen die abonneert, komt met zijn naam in beeld. Jij wordt een goede commentator. Dank je wel. Even lekker wat water denken. Want ja, dat moet dan natuurlijk ook wel van je. Ja, Twente kan er nu misschien nog een keer uitkomen. Maria, tackle op de bal. Nee. Prupper. Goed gespeeld. Montero. Montero. Heracles komt eruit. Laat hem niet doorlopen. Van der Lely. Goed. Boeren. Boeren. Goed fysiek. Niks aan de hand. Nee. Ingooi voor Twente. Een vrije trap voor Heracles. Nou, wat krijgen we nou, jongens? Prupper. Cuevas. Ja, wacht hier lang. Doet hij expres, denk ik. Ja, Lindo ook aan het warm lopen. Ja jongens, het is allemaal één doel en dat is gewoon Twente moet winnen. Boeren, goed gedaan. Tigadouini, goed gedaan. Breukers, slecht gekopt, raar hakje, komt uit bij Maher. Voor mij. Peterson, Cuevas. Cuevas, 1 op 1 met Cuevas. Snelling. Ja, die voor mij is zo lomp als een koe. Die kan je gewoon, een horde tackle in gooien. Ja, dan moet je mee oppassen met dat soort balletjes. Van Ooyen. Ah, half vergeven, maakt niet uit. Peter van Ooyen. Nul, nul. Paul gaat dan ook naar op de bank. Ja, tuurlijk. Goed gegeven. Tigadouini. Ja, in het midden staat Drost helemaal ingedekt. Hoe kan die dan die bal nog geven? Peter van Ooyen. Cuevas. Cuevas. Breukers. Gewoon vol erop. Gewoon vol erop, Cuevas. Rare voorzet van Breukers. Hola. Goed gespeeld, Jensen. Twente kan er nu een keer uitkomen. 3 tegen 3. 5 tegen 3 zelfs. Jensen. Goeie bal. Poeren. Ah, Holla misschien nog. En dan Tigadouini.
Ja, lekker jong, hoppa! 1-0 Twente, goeie bal. Zo zit hij erin, kunstgras maakt niks uit. Ook op verbrande autobanden kan je spelen. Eindelijk een voorsprong. Zo, ze worden helemaal gek daar. 900 man. Helemaal lijp worden ze daar, goed zo. Kijk, en nu moeten we aan de stand houden of doorzetten. Eindelijk een keer een voorsprong. Weer een goede counter. Nou, dat lucht een beetje op. Lekker over zich houden. Dan gaat die bal via de kluts erin, via Drost tegen de Winnie. Boeren zet goed met zijn lichaam. Holla houdt het over zich lekker en tegen de Winnie schiet hem prachtig binnen. 1-0 FC Twente. Koewas. Goeie. Ja. Moet oppassen. Boom! Buitenkantje rechts, opgepast. Twente moet niet denken dat ze er nu alweer zijn, want nu hebben ze een voorsprong en... Mocht ook een keer. 0-2 moeten vallen. Twente gaat hier vol voor de winst. Goed gespeeld. Bijen. Goed gespeeld, Jensen. Ja, daar moeten ze mee uitkijken. Montero moet daar ook mee uitkijken. Tegaluini. Weg die bal. Je moet niet druk maken op schuld. Blijf gewoon jezelf. Dankjewel, man. Zeker, zou ik zeker doen. Precies die jongens. Maakt niet uit, schuld worden maakt me niet druk om. Maar het is gewoon niet fijn in je stream. Peterson. Van Nooijen, Peterson, Koewas. Ja, nu moet hij terug. Midden Drost. Midden Drost. Jakubiak. Kijk jongens, van de kansen dat Twente het heeft, hebben ze nu goed geprofiteerd. En ik denk dat er vanavond ook wel weer een profiteermomentje kan komen. Dat Twente gewoon gaat winnen. Ik heb er 100% vertrouwen in. Heracles moet niet winnen. Maar deze wedstrijd is wel altijd beladen. Vooral vandaag. En vooral in deze periode voor Twente. Kijk, NAC kan wel verliezen, NAC kan winnen. Sparta kan verliezen, Sparta kan winnen. Roda kan winnen, Roda kan verliezen. Twente moet winnen. Dat is gewoon het punt. Je kan niet zeggen, Twente kan niet... Oh, hé, hey, vieze tackle. Ja, gele kaart. Oh nee. Ja, die koe was gewoon... Ik zie het, wat denkt hij? Goeie was. Ja, hey, dat is gewoon een gele kaart. Dat staat gewoon vol op zijn poten. Dat doet gewoon expres. Stomme zweet. Maakt niet uit. Maakt me daar niet zo druk om. 4 assists, 21 doelpunten betrokken bij 25 goals en 88 Eredivisie-duels. Ook gerekend met NAC natuurlijk, jongens. Niet dat hij voor Twente 88 heeft gemaakt. Tegaluini. Ja, die komt wel met zijn acties. Hatje Tegaluini, Hatje gaat weer, Holla gaat weer, Maher kan schieten, Adam Maher! Oeh, balverrichting veranderd, nee, ook niet. Jongens, blijf abonneren, haal die subcount veel meer omhoog. Ja, het is wel fijn dat we een keer voorstaan. Zeker tegen de buurman. Chelsea Davids, ook bedankt voor je sub, had ik nog niet gezien. Als je in de stream bent, top. Ben je niet in de stream, heb ik je alvast bedankt. Ja, voor mij, Peterson, van der Lely. Goeie tackle, Montero. Maria, sterk. Maher, goed getimed. Peterson. Ja, hou die drukte maar op. Van Nooijen. Ja, die gaat er overheen. Tegaluini zag hem niet. Cuevas moet het weer oplossen. Breukjes tegen Cuevas. Cuevas komt goed. Lam ook. Lam moet hem nu meegeven. Goed gedaan. Lam. Mooie loopactie. Tegaluini. Boer in het midden. Boer in de punt. Jens ook. Tegaluini met de versnelling.
Wilt die actie op gaan zoeken? Gaat die voorzet geven? Nee, komt die bal weer niet aan. Jammer. Cuevas weer nu. Tegen de Winnie. Snelheid. Gewoon de snelheid erop, jongen. Maar, holla. Hou die rust er maar in nu. Nu keurig voetballen. Keurig en tiki-taka spel. Bal gaat lekker rond. No look paasje van mij. Kan druk wat tussen. Goede jongen. Dankjewel. Zeker gewaardeerd. Respect is er ook. Tolerantie moet er ook zijn, jongens. Lam. Cuevas. Boeren ook weer. Boeren, ja. Ja, Boeren is meer zo'n spits die alles eruit wil halen wat erin zit. 35 minuten is de 90 minuten. Ja, we moeten er 0-2 pakken, jongens. 0-2 moet gewoon gepakt worden. Anders is het niet veilig. 0-1 is weer zo'n randje situatie. Dan kan de 1-1 altijd nog vallen. Peterson. Het is altijd maar weer een dreiging voor die 1-1. Peterson, gaat hij ook dreiging opzoeken? Zeker van Olje ook weer een beetje achter laten lopen. Gaat hem geven, Prupper. Rare bal. Cuevas, moet hem niet op links laten geven. Je weet dat hij er voorbij gaat. Oh mijn god, het is 1-1, jongens. Ja, dat bedoel ik nou. Ja, dat bedoel ik. Het staat alweer 1-1. Dit bedoel ik nou, zo'n bal. Nee, ze laat hem gewoon helemaal vrij. Ja, Peterson maakt hem. Wat verdomme. Dit gebeurt altijd bij Twente. Houd kopje omhoog. Twente moet winnen. Weer die 3 punten doorgegooid. Ja, Twente krijgt het zo zwaar, hè. Echt. Cuevas, zet maar weer een keer druk op baas. Ja, ze zegt Twente komt eruit. Nou, dat in 7 wedstrijden moet Twente het heel zwaar krijgen. Willen ze er ooit nog uitkomen? Ze moeten vandaag winnen. 1-0 achterstand. 1-0 voorsprong weggeven. Hoeveel staat Dordt? Ja, dit bedoel ik nou, jongens. Altijd een gezeik weer met die 1-1. Als Verbeek wel weer een goede trainer. Ja, Kubiak gaat schieten. Ja, Kubiak. Ja, slecht schot. Waarom ga je niet achter die bal aan, maar? Jongen, zeg dat lakse gedoe. Weer zo'n fucking voorsprong weggeven, hè? Dat is niet te geloven. Waarom moet Twente nou altijd weer zo'n dom tegendoelpunt krijgen? Het is niet te geloven. Altijd maar weer een man vrij laten achterin. Je speelt 11 tegen 11, je speelt niet 9 tegen 16. Cuevas. Ja, als hij aan de bal is, dan wordt het weer gevaarlijk. Cuevas, ja, die gaat er langs. Cuevas, ja. Oh, gevaarlijk geschoten. Ja, ik heb ook heel veel vertrouwen in Twente, maar het moet wel gebeuren. Het moet gebeuren. Ik heb een gevaarlijk schot. Van Ooy, zet maar gewoon veel druk zetten. Peterson, rare voorzet. Maar. Van Ooy, kop door. Prupper ook.
Jensen. Hartje, Boeren. Goed gespeeld, Jensen nu! Jensen 1 op 1 met de keeper. Wie gaat scoren, Jensen of niet? Ja, nee! Oh, mijn god. Kans verneukt, echt waar. Niks aan de hand. Maar, Twente kan eruit. Jensen. Nu kan Twente eruit. Boer in het midden. Niet gezien. Mooie redder van Castro ook nog. Was zo'n mooie aanval, hè. Ja, die had nu echt sneller moeten. Lam. Die hadden we niet. Maar, die... maar nu naar voren. Nu naar voren voetballen. Keurig. Jensen. Kijk, dat soort kansen, jongens, dan moet je gewoon vol in die linker onderhoek schieten. Is je kogel? Want er moet nog een wissel, denk ik, gaan doen. Ik weet niet wie ze erin gaat pompen. Montero. Ja, ik weet was waar ik weer weg. Breukers, Montero, geen buitenspel voor Heracles. Montero gaat weer opzoeken met Cuevas. Cuevas, Cuevas, Cuevas. Snelheid, goede tackle. 120 subs, jongens. We zaten op 108, 107, ik weet het niet meer. In ieder geval weer 13 of 14 subs meer. Als jullie het even willen abonneren, zou het top zijn. Morgen de 200 halen. Moet wel kunnen, jongens. Als iedereen nou gewoon gelijk abonneert. En even op dat belletje klikken, dan weet je op de hoogte kunnen blijven. Hoekschop weer. Zo, die valt heel hoog. Godverdomme, maar her, schiet die bal in eigen doel. Ja, nou kijk, Twente gaat gewoon degraderen, ja. 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 Godverdomme, weer niet, hè? Jodenzooi. Ik ken daar echt niet tegen, jongen. Wuitjes erin. Nou, Wuitjes is niet heel snel natuurlijk. Lam. Cuevas. Ja. Vrije trap voor Twente. Keurig. Ja, dit gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op, hè. Zelfs van Heracles, kom op, man. Ja, dit is kunstgras. Dat is het nadeel aan kunstgras. Die bal die verloopt slecht. Holla. Holla. Ja, niemand komt er weer tegenaan. Het is weer niet te geloven. Ja, nu komt Heracles er weer uit met z'n vier man. Nou, als het 3-1 wordt, dan is het gewoon helemaal klaar. Dan moet Twente zich gewoon opmaken voor de degradatiezone. Maar Twente kan altijd toch winnen. Altijd voor die winst gaan. Maar her, hoe dom ben je om zo'n bal weer weg te halen. Boeren.
En toen moet gewoon de vol op. Eerst onder 1 en voor toen 1-1. Nou, dat dacht ik van, kan nog. Hartje. Die hadden we niet. Ja, gele kaart. Meteen geel. Word je toen gek? Maf Kees. Hij zat gewoon een gekke tackle. Een balzak. Met zijn UFO-hoofd. Homo. Nou, ze doen blijer met een degradatiespel. Dit degradatie dat. Maar zelfs zijn ze nog nooit Europa ingekomen. Oké dan. Hè? Heracles, grote bek, maar geen Europa. Oké dan. Hè? Kampioen? Oké, nee. Hou jullie bek dan. Hola, goeie bal! Ah, wordt niet goed verlengd. Ja, dan heeft hij rood. Twee zit erin. Koel was veel te hoog. Bal gelijk spelen. Koei was. Maar. Wat een slechte. Niet echt goede wedstrijd. Holla. Die gaat de Winnie ook niet. Boeren vind ik eigenlijk wel redelijk goed spelen. Maria Sterk. Ja, niemand. Zo, hij doet er blij in met zijn alien voorhoofd. Was ook. Hij zou geen traan laten. Nou, ik zou me zijn traan laten voelen. Twee in achter. Van een 1-0 voorsprong. Maier, Kooivas. Jensen, Maier. Snel spelen nu. Nu kan het omschakeling komen met Jensen. Van der Lady. Maar, Maria, vol erop. Keurig. Van der Lady. Ze doen te blij, hè? Ze doen veel te blij. Nog nooit Europa gespeeld en dan. Lam, ja! Koevas, ja, die is niet sneller dan Koevas. Koevas is veel sneller. Ja, Koevas, dat zijn. Ik ken er echt niet tegen, jongens, dat die bal de hele tijd weer slecht valt voor Twente. En er staan nu 18 of zo, degradatie.
degradatiezone. Kuwas. Ja, vol tegen Tira de Winnie op. Roda moet morgen thuis tegen Sparta. Oh nee hè. Dat is ook weer zo'n wedstrijd. Eén van de twee moet winnen. Ja, ze moeten gewoon gelijk spelen. Ja. Montero. Jensen. Ziet die bal maar weer weg, boeren. Ja, dat is kunstgras, hè? Is ook weer zwaar genaaid. Peterson. Bij Herakles kennen ze dat niet betalen, hè, gras? Nee. Geen geld voor, hè. Zo arm zijn ze wel, hè. Echte Jupiler-club is Herakles. Passen niet in de Eredivisie, nee. Vind ik ook. Kunstgras, hè. Tuurlijk, kan je altijd winnen. Waarom niet, hè? Ze zou niks verschillen, nee. Die bal die stuit het heus niet terug, nee. Zeker niet. Zo niet goed van deze, zeg. Oh, Alondo, wie komt erin? Misschien nog iets. Kwasaidi zit daar. Ook Mounir teruggehaald om. Kijk, 3 punten kan altijd, maar een punt is nu het meest. Jensen. Ja, ja, tuurlijk. Twente kreeg geen penalty. Waarom niet? Ja, boeren protesteerden ook niet. Dus dan is het gewoon penalty. Herakles na 1-0. Geen ploeg. Won vaak in eigen huis na het 8e. 3 keer dan Herakles samen met Ajax, ADO en AZ. Dan is er toch nog wel meer ploegen die meer winnen, jongen. Jongen, jongen, jongen. Echt, Fox was echt dom. Cuevas. Cuevas. Boeren. Kuwas. Oh, die onderschept. Ja, Lam moet komen. Net gaan hij in zijn AK, maar maakt niet uit. Handeleli weg die bal. Prupper. Gelijkspelen is weer zo genaaid, hè. Kijk, daar komt Twente op 19 punten. Ja. Ieder punt is meegenomen. Echt. Herakles speelt gewoon raar voetbal. Kan ik niet anders zeggen, jongens. Ja. Goed, en wanneer wie onderschept? Goed meegeven, en wanneer wie?
Waar je door gek, stinkbreukers. Homo. Twente exit, hè? Jullie spelen nooit Europa, jullie worden nooit kampioen. Hou gewoon je fucking bek dicht, Heracles. Jullie kunnen niks. Helemaal niks. Tjonge, jongen. Ik kan echt niet tegen, hè? Nou, de beste, ja. Man. Niet meer, man. Ja, de beste in Fortnite misschien, maar... Ja, die krijgt een duel. Dan is gele kaart voor Wuitjens, of niet? Nee. Het is gewoon een gele kaart. Ja, jongens, Twente wordt altijd een ootje genomen. Echt. Laat je maar gewoon vallen in het strafschopgebied, Maria. Kan die bal goed nemen, Maria. Holla, moet onderscheppen, komt niet. Dan is Heracles met 3 eruit, dat wens de achterpap. Naikopbal. Kunstgras had niet mee. Dat is het voordeel van kunstgras, die bal die stuitte terug. Ieder punt is meegenomen, maar weer uit de degradatiezone moet je wel komen. Lam. Probeer er nog een gelijkmaker van te maken, hè, Wanda Wee. Jensen gaat weer. En dan wel fluit, hè, maar als er een jeugd van jullie op de grond ligt, dan ja, grote bek, geen Europa, oké dan. Ook dit Twente dit jaar ook niet, maar jullie moeten niet komen. Ja, corner. Corner. Van der Lely gooit hem er maar een keer in. Ze hebben geluk met die corner gehad. Ja, en dat doelpunt ook. Dat had nooit mogen vallen. Nu, bladeren eens. Het is gekke voorhoofd. Mijn vriend, mijn grote vriend Paul Gladon komt er ook weer in. Ja, jammer dat hij bij Dordt weggegaan is. Was gehuurd van Sparta, jongens, werd eigenlijk een beetje mishandeld daar. Moest met de keepers mee trainen. Joden van Rotterdam. Zwaar genaaid.
Oh god. Oh nee, gaan we weer dat hooiveld scenario krijgen. Ja, weer hoog. Ja, dat hadden ze denk ik wel aan het begin moeten doen. Kijk, hij maakt tegenstanders wel bang. Hij is 2 meter en hij gooit gelijk 1 horror tackle erin. Ja, zo'n boven maar echt 1 keer goed te vallen. Drommel, kick er maar weer uit. Ja, ze zijn bang. Ja, boeren, ja, hooiveld. Dat wordt weer zo'n discussie. Geef die bal terug aan Snormans voordat ik die snor op je hoofd afruk. Balzak. Hij doet low, hè? Bij je moet door. Moet door, Maria. Jensen. Ja, Drommel had ook niet veel te doen, 2 doelpen te kunnen vissen. Maar ja, slim. Hij loopt niet vast, man. Montero. Ja, die gaat de 3-1 niet maken. Nee, mooi schot, maar
punten pakken. Zeker jongens, om nog een punt te pakken. Steun ook Twente, zeker. Altijd toch. 23 kijkers zitten weer hoger dan 20. Jongens, abonneer, like, subscribe. Morgen komt er weer een nieuwe Fortnite video op dit account. Link staat in de chat. Morgen komt er zeker weer een nieuwe Fortnite video. Vandaag was ik weer tweede geworden. Ik had geen zin om me eigenlijk te winnen, ja. Dus, klinkt raar, maar ja, ik deed gewoon bijna niks. Ik stond maar gewoon met een handgun, stond ik hem een beetje... Jongen. Weet je blij doen met jongeren, denk ik, balzak. Ik kan echt niet tegen die mensen die een beetje lauw gaan lopen doen. Ja jongens, het is hoe het is. Maar Sparta moet gewoon degraderen. Sparta had gewoon eens punten mogen pakken tegen Twente. Kouwas, vieze vrije trap. Cuevas, Maria. Ja, maar hij speelt altijd een achteren, man. Cuevas. Van Ooyen, ja, gestart is Gladon. Lam, Hoijveld. Godverdomme, weer valt hij niet goed, jongens. Ze doen iets te blij, hè? Echt te blij. Rare bal. Maria. Ah joh, hij deelt zelf ook tik uit, dus hij moet niet komen als hij pijn heeft. Maar we zaten hem even faggot. Tim van den Berg. Ah joh, tuurlijk, ik doe 100 minuten over een doeltrap, man. Paaien, Twente kan er gewoon nog een paar keer uitkomen. Maar dan moet het nu wel... Ja, Twente staat nu 17e. Wat liever Roda Ajax gehad. Ja, die is heel ver weg, die handhaving. Ja, Twente kan er nog uitkomen. Twente kan nog een punt pakken vandaag. Ja, dat vinden ze niet leuk, 4 minuten, mooi. Cuevas. Ja.
Jensen. Tim van den Berg. Ja, buitenspel. Hooiveld. Negatief clubrecord. 17 nederlagen. 17, dat is de halve competitie. Ja, dat is ook een Mogol. Die kan ook een bal aannemen. Heeft ook alleen maar in de Schotse competitie mensen doodgeschopt. Dus dat die kale gek nou weer is, een gekke neppe jasje. Weer richting Hooiveld. Nu! El Andaoui! Geef hem nog wel een gele kaart, man. Ah, fuck you, man, met je buitenspel. I'm French. Nou, leuk voor je dat je Frans bent, hoor. Petra de Balzak. Kom je hier in deze stream doen dan als je Frans bent? Jongen, jongen, jongen zeg. Fucking hell zeg! Ja, weer verloren jongens. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze stream. Ah, ik ben het weer, ik ben er wel helemaal klaar mee. Zo'n weer een naaiwedstrijd. Kunstgras moet gewoon allemaal eenmaal afschaffen. KNVB moet gewoon met fik.